Ondanks dat het christelijke verhaal in grote delen van de westerse maatschappij iets of wat op de achtergrond komt te staan, is die christelijke beeldtaal nog altijd even krachtig en abstract. Ik denk bijvoorbeeld aan de Madonna met kind, de heilige Maria die haar kind de borst geeft, als een soort van abstractie van moederschap. Of dit kleine fijne beeldje uit de stad Mechelen van omstreeks 1500. Het toont Christus op de koude steen of Christus in rust op de Calvarie. We zien hem zitten op een muurtje en onderaan ligt er een schedel met een pad als een soort vanitas-symbool. Het beeldt Christus af kort voordat hij aan het kruis genageld gaat worden. Hij vindt het moment om even te rusten en overdenkt het leven. Vreemd genoeg wordt deze passage niet in de Bijbel vermeld. Ze werd pas later toegevoegd in de passietractaten tijdens de middeleeuwen. Het vloeide voort uit een soort van nieuwsgierigheid van de gelovigen naar details van het leven van Christus. Je kan het ook interpreteren als een soort van empathisch inlevingsvermogen. Als je ter dood veroordeeld wordt, wat gaat er dan in je om? Aan wat denk je? Vanuit dit empathisch inlevingsvermogen schiepen de Mechelse houtsnijders dit fantastische beeld van het leed van Christus, kort voor hij zal sterven. En dat deden ze meesterlijk. Ze werden ook aan allerlei kwaliteitscontroles onderworpen. Voldeed het stuk aan de kwaliteit, dan werd het gemerkt. Zo vinden we in de achterzijde van het beeldje de drie paaltjes van de stad Mechelen. Meer zeldzaam echter is de hoofdletter M die we vooraan in de polychromielaag op het muurtje vinden. Het is het polychromiemerkteken en refereert ook naar de stad Mechelen. Het is zo zeldzaam omdat de polychromielaag vaak verdween. Het sleet weg of het werd doelbewust verwijderd om het beeld er terug homogeen te laten uitzien. Vandaar de zeldzaamheid van dit kleine sculptuurtje. Ondanks de leeftijd en de sporen van zijn ouderdom, de kleine restauraties, heeft het toch nog altijd die abstracte zeggingskracht. Het uitbeelden van leed, iets dat we 500 jaar na datum nog altijd goed kunnen begrijpen en interpreteren.